En daar gaat hij, David Coulthard, 38 jaar, reed bijna 250 Grand Prix en won daarvan er 13. Werd bijna wereldkampioen in het seizoen 2001 en die is dus in Rotterdam. En die geeft die auto de sporen. De Red Bull Racing Team is in Rotterdam en dat zullen ze weten ook. Prachtig shot om te zien hoe die auto door die straten heen dendert. En kijk eens even naar die David Coulthard. Die parkeert zijn auto, even in zijn één. En hatzee! En niet eentje. Nee, we gaan gewoon even lekker door. En dat is waar de fans voor komen. Kijk eens even naar die fans die erachter staan. Ze gaan volledig uit hun dak. En dit willen we graag zien. Smoke it, zei David Coulthard toen hij in zijn auto stapte. Smoke it in Rotterdam. En kijk eens, hij zwaait met één hand aan het stuur. De donuts zeer professioneel. En dit is wat wij willen zien. Burning Rubber in Rotterdam. Kijk eens naar die snelheid. Die auto die hobbelt. David Coulthard plankgas en hij komt aan de finish. En zijn achterband, zijn linker achterband, zaten de gaten in. David Coulthard had echt er zin in. En hij liet de fans meegenieten van zijn magistrale kunsten. De Schot, inmiddels adviseur van het Red Bull Racing Team, betrad 63 keer het podium in zijn carrière. Maar wat ons betreft stapt hij hier op het hoogste plekje van het podium in Rotterdam. Want hij stal de show van Bavaria City Racing 2009. En hij was erg enthousiast na afloop. Hij zei alleen maar tegen ons, als echte showman, die rook, dat was het. Die achterband, die linker achterband, rookt David Coulthard hier volledig op. Hij kon nog maar net aan de finish komen. En in tegenstelling tot een aantal weken geleden in Moskou had de Schot het hier dus echt naar zijn zin. Het zwart-wit geblok is voor hem. En hij geeft nog even op een ongelofelijke manier een toetje. Allerbeste demo ooit in 5 jaar Bavaria City Racing. David Coulthard, een echte showman. Had het zelf ook enorm naar zijn zin. Alleen jammer dat er zoveel hobbels in het wegdek zaten. It was a little bit bumpier than I expected, but otherwise it was nice to experience and a great crowd of people, so very nice. Hopefully the weather will stay dry for the rest of the day. All right, so you'll be back in Rotterdam, but then without the car? Yeah, definitely. I love the city, so. All right, thanks. Thank you. Bye bye.